motherfucking copycat. Fuck your ambiance. They call me lots. I lots. Chances that you fucking with me, probably not. Probably not. Yo kijkers van Twinity, mijn naam is Simon, welkom bij een nieuwe video. Weer doorgaan met de Roda carrière. We gaan vandaag door met het tweede seizoen. En ja, we gaan natuurlijk het vriendschappelijke toernooi accepteren. We gaan het duurste toernooi doen, namelijk dit toernooi. Het ziet er wel erg moeilijk uit. Reading, Derby en Anzi zat er ook bij. En Palermo, het is een heel moeilijk vriendschappelijk toernooi. Maar 5,3 miljoen, daar ga ik het natuurlijk graag voor doen. Want dat is best veel geld voor ons. We hebben maar een budget van 7,5 miljoen. Wat voor Roda pittig veel is natuurlijk. Ik wil ook nog wat spelers gaan kopen dit seizoen natuurlijk. Wat heel erg logisch is. Ik wil eigenlijk echt gewoon zieke aankopen doen. Maar heel veel Roda spelers zijn niet op het spel. Zoals je Poupon, die kan niet kopen. Zoekhoff kan ik ook niet kopen. Inchiman, die gaat stoppen op het einde van het seizoen. Ik kan maar een paar spelers kan ik wel kopen. En dat zijn Van Dijk. En dat is Milek. Daar ga ik dus dadelijk ook een bod op doen. Zoals jullie weten hebben we Jordi Buijs. Die hebben we gewoon al. Maar we wil ik eerst wachten tot het de transferperiode is. Dus laten we maar gewoon beginnen met het vriendschappelijke toernooi. Tom wil liefde willen graag in de basis staan. En dat boeit me niet heel erg veel. Dan zet ik Jeff van even eruit. Voor Tom en Boatje gaat niet meer gebruiken. Sanko ook niet. Dus Jordi Buijs. Jij gaat nu in de basis staan voor Werker. Net wel een sterke wissel is. Werker is ook goed. Hij is heel erg jong. En ik weet dat Boatje. Jordi Buijs gewoon heel erg goed is. Jesse de deur gewezen door Roda. Is hij weg dan? Geen idee. Nou, in ieder geval, hij gaat niet spelen bij ons. In het echt is hij ook weg trouwens. Misschien ook wel leuk als we hem dan op het spel ook niet meer gebruiken. Tegen Derby, een lastige wedstrijd. Derby heeft een redelijk goed team. We spelen wel thuis. Thuis. Niemand speelt natuurlijk thuis. Maar ik denk niet dat we dit kunnen winnen. Wyman mist een strafschop. En ze krijgen een rode kaart. En wij komen met 1-0 voor vervolgens. Dat is wel... Oh fuck, 1-1. Dat is wel jammer. Maar met een 1-1 scoren tegen Derby ben ik wel eigenlijk heel erg tevreden. Want een slecht team, dat is het absoluut niet. En ons team is nog steeds niet optimaal natuurlijk. We zijn nog op zoek naar veel verbeteringen. Juric maakt de 2-1. Ah fuck, 2-2. Dat is dan wel weer een tegenvaller. Als je dan toch nog de 2-1 maakt. En dan hoop je dat je wint. Maar dan lukt het niet. Smeetje gaat niet in de basis staan. Van Niefde was blij. En Mikey en Gombo is ook niet op het spel. Maar we hebben natuurlijk wel dit talent gehaald. En dit talent kan je misschien wel een beetje vergelijken met Mikey en Gombo. Want er gaat bijna iedere training gaat hij wel weer een rating omhoog. Alleen is hij natuurlijk geen spits, maar een centrale middenvelder. Dat is op zich wel jammer, want hij zal dus niet superveel gaan scoren. Maar misschien een nieuwe Iniesta, de nieuwe Xavi. Zo'n speler, dat hoop ik wel dat hij kan worden. Vervolgens tegen Rosenborg, die ga ik ook meteen weer simuleren. Het boeit me ook niet heel erg veel wat ik hier ga maken. Ik zag dat de club vorig seizoen met 2-0 van Ajax had verloren. En wij komen hier vol met 1-0 door een doelpunt van Sané. Zij krijgen een rode kaart en het eerste half uur is ook al gespeeld. Maar toch komen ze terug met 1-1. Dat is niet chill, want als we hier ook 1-1 maken, moeten we de volgende wedstrijd al gaan winnen. En dat zal misschien wel nog wel lastig gaan worden. Paulus is ook heel chill. Paulus maakt het 2-1 en als we deze voorsprong behouden, zou dat betekenen... Dat we al een grote stap hebben gezet richting de halve finale. Is het ook 2-1? Ah, oh, nee! Alweer in de laatste minuten. What the fuck, mensen? Kijk, nu moeten we de laatste wedstrijd winnen tegen Reading. Al is Reading de slechtste club, zal het toch geen al te makkelijke wedstrijd worden. Het zou echt niet chill als we nou wel uitvliegen. Oké, hier gaan we dan tegen Reading. Ik ben best... Ja, ik weet niet. 5,3 miljoen kunnen we winnen, jongens. En dat is best veel geld. Dat is bijna het hele salarisbudget. Het hele budget wat we nu ook hebben. Dus als we deze wedstrijd winnen... Oké, Ali, 1-0 voor. Nu moeten we voor de eerste keer eens ook eens een voorsprong weten te behouden. Want dat is gewoon heel erg belangrijk. Ali... Is nu al de man of the match en maakt er 2. Kom op, nu dit vasthouden en geen doelpunt tegenkrijgen. Want dan gaat het dadelijk ook nog eens op doelsaldo omdat de andere club 0-0 staat. En dan hebben we allemaal 5 punten. Dat zou niet chill zijn. 2-0, dat is perfect. En dat blijft het ook. Een 2-0 overwinning voor ons. En nu eens kijken of wij door zijn. En ik denk het wel. Ja, oh fuck. Tegen Anzi spelen we. En Anzi is een vrij goede club natuurlijk. Eto'o spelen daar ook nog 2 seizoenen terug, geloof ik. Ze hebben heel veel goede spelers daar gehad. En ja, nu is het nog steeds geloof ik een van de sterkste Russische clubs die er maar zijn. Ik geloof dat er ook zo'n rijke Sheng bij zit. Maar in ieder geval, wij tegen Anzi, ik verwacht niet dat we deze gaan winnen. Ik blijf natuurlijk gewoon simuleren, omdat ik snel door het volseizoen heen wil. Zodat ik meteen de transfers kan gaan doen. Werken gaan aan de basis voor Boskakli, die is namelijk geblesseerd. Dan zet ik daar Silva maar eventjes in de wissel. Dan nu tegen Anzi dus. En ik heb er totaal geen vertrouwen tegen. Want kijk, het team van Anzi. Ik weet dat ze gewoon een veel duurder team hebben. Ik geloof dat er ook wel wat spelers bij zitten die ik wel ken. Ebicilio zit erbij. Ik geloof dat dat wel een bekende speler is. Als het tenminste geen andere Ebicilio is. Die kans is echt maar heel erg klein.
Maar ik dacht dat ze meer goede spelers hadden. Maar er zijn natuurlijk wel betere Russische clubs dan Anzhi. En ondertussen... Oh, wat? We staan gewoon met 2-0 voor tegen Anzhi. 2-1. Oké, dat vind ik goed genoeg. Want ik bedoel 2-1. Dat betekent gewoon dat we door zijn. Dit moeten we vasthouden. Anzhi met een rode kaart. En hebben wij ook gewonnen. Wij zijn door naar de finale. Dat betekent heel veel monies. En eens kijken hoeveel geld hebben. We hebben al 10 miljoen, zag ik net. We hebben hier 1,6 miljoen gekregen. En hier 1,2 miljoen. Nu de finale dan ook. Als we daar ook kunnen winnen. Dan, ja, dan krijgen we nog meer geld. Dan krijgen we weer iets van 1,5 miljoen. En we moeten tegen Frosinone of zoiets. Het boeit me niet eens. Het is geloof ik een Italiaanse club van de League Serie B. Of van de Serie A, maar is het geen goede club van de Serie A in ieder geval. Ik denk dat we dus wel kans maken om de wedstrijd tegen Frosinone te winnen. Ik ken de club totaal niet. Ik ken de club echt niet. Ik ken alleen die Diakite, die naam komt me bekend voor. Ik spreek zijn naam helemaal verkeerd uit. Maar ik geloof wel dat het een club is van de Serie A. Dus we zouden op zich helemaal niet ons moeten schamen als we dat ze zouden verliezen. De eerste 60 minuten weten we wel te stand te houden. Alleen krijgen we dan toch een doelpunt tegen in de 58e minuut helaas. 80 minuten zijn er al gespeeld en het staat nog steeds 1-0. Dan gaat ik helemaal niks meer komen van onze kant uit. En we verliezen de wedstrijd gewoon met 1-0. Maar klopt dat we ook nog prijzen geld krijgen. Ook als je de finale verliest. Dat heb ik nog niet gezien. Dus kijken, hebben we nog iets gekregen om prijzen geld? Ik geloof het niet. Dat is in ieder geval wel jammer. Maar dan kunnen we in ieder geval wel nu ons gaan richten op de competitie. En op de transfermarkt. Om daar wat lekkere, sappige spelers te kopen. Die speler wordt steeds beter. Kijk nou. Zijn potential is 85 en 94 al. Als hij dit nog heel eventjes volhoudt, kijk ook die ratings. Ja, ik weet dat hij niet altijd precies 94 gaat worden. Maar nu al 63 en als hij minimaal 85 gaat worden. Dan ben ik er al zo ongelooflijk blij mee. Ik ga pas bij de club halen als hij iets beter is. Champions League, haal de groepfase. Nou, zal ik je één ding vertellen. We zitten al in de groepfase. De titelstelling die is nu al gehaald. Leenovereenkomst met Pojacci is verlopen. Laat ik eerlijk zijn, dat boeit me echt helemaal nul. Laten we nu maar eerst eens gaan zoeken naar de nieuwe spelers. Ik had natuurlijk vol ogen om Milak te kopen en om Van Duinen te kopen. Van Duinen staat hier al bij, dus die ga ik dan meteen proberen te kopen. Hier is Milak ook, die ga ik meteen proberen te kopen. Ik weet totaal niet hoe duur deze spelers zijn. Ik denk dat Milak wel goedkoper is dan Van Duinen. Op Van Duinen deed ik 1 miljoen bieden, op Milak dus 800.000. Ik denk dat dat helemaal niet zo heel erg veel is. In het echt zijn ze natuurlijk allemaal gratis overgekomen, omdat Roda nog steeds geen spelers mag kopen in het echt, zeg maar. Hier een transferaanbieding voor Mitchell Paulussen. Hij kan tussen de 4 miljoen, what the fuck. Mitchell Paulussen, ik vind hem helemaal niet goed. In het echt speelt hij niet eens met Baroda. Misschien wel een reden om juist te verkopen natuurlijk. Voor 4,5 miljoen zou echt heel veel zijn. En dan kan ik misschien wel een andere speler kopen. Want hij heeft helemaal niet zo heel hoge potential als het goed is. Mitchell Paulussen dus. Hier is 3,4 miljoen geboden door Derby County Real. Dat vind ik ook best veel. En dan hier een bot van Anzhi. Ze zijn allemaal onder de indruk na het vriendschappelijke toernooi. Een bot van Anzhi voor Juric ook 4 miljoen. Ik wil er wel echt veel voor vangen voor deze spelers. In het echt spelen die natuurlijk bijna niet meer. Juric speelt vooral niet meer natuurlijk door zijn blessure. Maar Paulussen is gewoon ook gewoon weg bij Roda. Die speelt geloof ik bij VVV. Ik geloof dat hij bij VVV speelt, ja. En daar is hij gewoon naar uitgeleend natuurlijk. Hij komt wel nog echt terug. Like wel 1,6 miljoen voor Milak. En ik geloof dat het dan best wel een redelijke speler is. 1,3 miljoen, dat zouden ze vast wel kunnen accepteren, denk ik dan. Nog meer boden van bekende clubs. Weer voor Paulussen, hier PSV. En ik zag net dat Bordeaux ook had geboden. En ja, het blijft gewoon 4,5 miljoen. Misschien is het best veel wat ik ervoor vraag. Maar ik denk wel dat als ik daarvoor krijg, dat er best wel veel is. En Juric, ja, 4 miljoen. Het zou fijn zijn als ik een van deze twee zou kunnen verkopen. Want dan kan ik mijn geld meer uitgeven aan goede spelers natuurlijk. Benjamin van Leer, die wil ik absoluut niet verkopen. Dat vind ik echt een beest van een speler. Hij is ook veel meer dan 4,8 miljoen waard. En Anzhi wil Juric niet. Oké, maar ik heb nog helemaal niks gehoord van Van Duinen, wat ik best vreemd vind. 3,7 miljoen voor Paulussen, 3,2 miljoen voor Paulussen. En Van Duinen wil niet verkocht worden voor zo'n lage prijs. Ik had 1 miljoen geboden, dus gewoon veel te laag. Ik begin maar gewoon eens met 2 miljoen. Dan is hij dus best wel een belangrijke speler. Ik weet niet hoeveel die gerateerd is. Hopelijk is hij redelijk goed dan. Door veel te laag geboden van Juric. En eigenlijk is hij best goed. Dus ik hou me gewoon bij de club, want hij is een van de belangrijke spelers. En ja, voor Paulussen wordt ook veel te veel geboden.
En als er toch alleen maar van dat soort lage boden zijn, dan hou ik hem ook gewoon bij de club. Ik denk dat het uiteindelijk wel gewoon het slimste is om te doen. Dan ga ik even snel trainen en dan ga ik dan kijken of ik misschien toch nog wel wat andere talentjes van de markt af kan pikken. Ik heb dus wel wat nieuwe spelers op mijn verlanglijstje gezet. Maar ik heb nog Chambers en Flanagan hier staan. Dat zijn ook wel goede spelers. En die kan ik misschien ook wel kopen natuurlijk. Want Chambers kan ik hem huren, vraag ik hem eigenlijk af. Hij is een spelend rotatiespeler bij Arsenal. Misschien lukt het wel. En ik had Halilovic hierbij gezet. Want dat is gewoon een speler die ik moet halen. Ik bedoel, Halilovic is gewoon zo goed. Ik doe niet eens een toekomstig salaris tot toekomstige transfersom erbij zetten. Want ik wil hem gewoon graag hebben. En ik weet dat Barcelona hem niet zo snel wil laten verkopen. Dan had ik nog deze 16-jarige jongen erbij zitten. Hij is heel erg snel en hij is heel erg... Fysiek is hij ook wel goed. Hij is echt zo'n, ja, hoe noem je dat? Zo'n jonge speler. Een soort van N'Gombo misschien wel. N'Gombo precies hetzelfde, super snel natuurlijk. En super beast als hij niet aan de bal is, zeg maar. Het wordt een toekomstige speler, eerste team, is pas 16 jaar oud. Zal leuk zijn als hij een beetje zich kan ontwikkelen bij ons team. Maar we hebben natuurlijk nog dat andere talentje die we ook gaan gebruiken. Dan heb ik hier nog twee vrije spelers die van vorig seizoen er nog inzetten. En ik zag deze nog. Hij is iets minder dan die andere, maar hij is ook pas 17 jaar oud. Wat dat zou betekenen dat hij zich nog echt wel zou kunnen ontwikkelen. Ook hij krijgt een toekomstige speler, eerste team taak in mijn ploeg, om het zo maar eventjes te noemen. Flanagan en Chambers. Ik zou ze allebei heel erg graag willen hebben. Ik ga eens kijken, want Chambers, als ik hem zou kunnen huren voor twee seizoenen, dan heb ik echt wel een mooie speler voor bij je team, heb ik het idee. Want hij is wel een speler die natuurlijk ook heel veel ervaring heeft bij Arsenal. En sowieso ook wel goed is van zichzelf. Flanagan precies hetzelfde. Hij is een rotatiespeler. Hij is ook nog wel redelijk jong. En ik kan Flanagan natuurlijk ook nog na zijn uitleenperiode kopen. Dat zou ik bij Chambers ook eigenlijk wel graag gedaan hebben. Maar dat ben ik vergeten te doen. Veel maakt het natuurlijk niet uit. Voor de rest zijn er geen spelers bij die ik nog wil. Laten we eens kijken nog eventjes snel wat de clubs zeggen. Milik 1,3 miljoen aanvaardt. Dat betekent dat ik Milik wel ga kopen. Die zit natuurlijk ook in het echt bij Roda. Er is een belangrijke speler. Eerste team heb ik het idee. Omdat hij wel heel veel ballen goed overwint. Tegen de Heracles vorig was hij natuurlijk iets minder. Roda dat daar een geweldige wedstrijd speelde. Maar laten we even kijken. Hier, dat ga ik allemaal niet meer doen. Arjan Swinkels, hij wordt verkocht waarschijnlijk. Ja, hij wordt verkocht aan de Graafschap. Want ik hoef hem niet. Hij is natuurlijk wel echt een cultheld bij Roda geworden. Maar hij is niet meer goed genoeg om bij mij in het team te spelen. Hij is natuurlijk ook al wat ouder. En ik denk dat hij ook niet meer heel erg lang bij Roda voetbalt. Chambers, hij kan komen. Akpro kan ook komen. En Akpro eigenlijk sowieso. Voor Chambers heb ik helaas geen toekomstige transfersom aangezet. Alleen Chambers is wel beter dan Flanagan. Twee spelers zijn dus nu ook al binnen. Nu alleen nog Halilovic. En dan ben ik eigenlijk helemaal klaar. Chambers met een rating van 75 en Akpro met nu nog maar een rating van 54. Hij is heel jong en hij gaat zich sowieso nog wel verbeteren. Chambers ben ik heel blij mee. Een van de beste aankopen die ik tot nu toe heb gedaan in deze hele carrière. Hij gaat rechts achter en het team krijgt nu steeds meer vorm. Flanagan wil niet uitgeleend worden. Dan hebben we nog deze jonge talent die we wel nog kunnen krijgen dadelijk. En Halilovic wil ook niet uitgeleend worden. Dit betekent dat ik wel nog eventjes op zoek wil gaan naar een andere middenvelder die naar mijn team uitgeleend gaat worden. Omdat ik wel nog op zoek ben naar een beetje middenvelder die echt wel veel sterker is dan de rest op dit moment. En Milik wil helaas niet komen. Dan laten we Milik maar voor wat dat is, omdat we Chambers ook al hebben. Halilovic wordt hem dus niet. En dit, ja, talentje. Ik hoop dat ik hem zo kan gaan noemen. Hij heeft nu nog een hele lage rating vast. Maar die hebben we ook bij de club. En dat was op zich wel een redelijk goede aflevering. Veel nieuwe transfers gehaald. Hopelijk vond je een leuke aflevering. Niet heel veel gedaan qua wedstrijden. Hij heeft een rating van 56. Dus hopelijk vond je een leuke aflevering. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog. Subscribe leren op Twinity. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering weer. Later.